De Arnhemse Marije van der Wind uit Arnhem is genomineerd voor de Mooie Mensverkiezing. RTV Arnhem ging langs bij de ontwerpster. U bent genomineerd voor Mooie Mensverkiezing. Ja, klopt. Ja, was ook een bijzonder. Het is bijzonder om genomineerd te zijn en om het compliment te krijgen van je collega's. Kunt u eens uitleggen wat het is, een Mooie Mensverkiezing? De Mooie Mensverkiezing ken ik eerder eigenlijk even van het voorbijgaan. Dus ik kende het niet heel erg goed. Maar het gaat erom dat je iets doet wat een toegevoegde waarde is voor mensen met een beperking. Nee, het is echt vanuit een collega, zeg maar, die zoiets had van, nou, ik vind het zo gaaf waar Body Issue mee bezig is. En ik nomineer je en toen was het wel schrikken als je van 339 inzendingen toch bij de laatste 10 hoort. En uiteindelijk is 8 november is de uitreiking, dus dan hoor je of je het bent geworden. Ja. Wat schat je je kans in? Ik hoop vooral hoog. En waarom ik het hoop is dat A Body Issue daarmee een bekendheid opbouwt. En dat we kunnen laten zien hoe belangrijk het is dat mensen goed zittende kleding krijgen in een rolstoel. Dat is vooral wat ik wens. En ik vind het voor mezelf minder belangrijk, maar vooral voor A Body Issue dat zij echt draagvlak krijgt rondom goed zittende kleding. Wat we doen, ik ga nou iemand scannen. En wat ik doe is eigenlijk stukje voor stukje iemand in kaart brengen. Je ziet hier dat ik een beeldopbouw maak. Nou, dit doe je eigenlijk met het hele lijf. Dit pak ik stukje voor stukje op. En zo bouw ik eigenlijk een 3D-beeld op. Dan meten wij de maten. Vervolgens maken we daar een maatschema van. En wij maken daarmee confectie voor mensen die altijd zitten. En het bijzondere daarvan is dat als je wereldwijd kijkt, zijn er heel veel projecten. Dus een hogeschool die afstudeert en waarvan de studenten in het kader van maatschappelijke betrokkenheid mooie kleding maken voor mensen in een rolstoel. Vervolgens wordt het op een catwalk gepresenteerd. Nou, vervolgens hebben mensen 10 jaar een leuk setje met kerst, maar is er nog steeds geen structurele oplossing. Nou, de mensen in een rolstoel, die doelgroep die groeit, maar er is gewoon geen passende kleding. Want alle confectie is gefocust op staan. Op staande patronen. En wat is dan waar de mensen in de rolstoel het meeste tegenaan lopen met confectiekleding? Dat een broek in de buik te strak zit en de achterkant te kort is. Dat de knieholten niet goed zijn. Dat een broek vaak op staan gemaakt is. Waardoor als je zit de broekspijp altijd korter is. En dat is wel wat je prominent ziet als je in een stoel zit. Bij de liezen, zeg maar, is gewoon te veel stof. T-shirts zijn altijd te lang, waardoor het lijkt of mensen dikker zijn als dat ze daadwerkelijk zijn. Je houding, je bovenlijf verandert. Je zakt altijd wat in. Niemand staat helemaal rechtop. Dus ook naden zouden anders kunnen. Dus er is heel veel wat anders kan, wat je best in de gemene delen kunt doorvertalen. Dus in een confectielijn. En het voordeel van confectie is dat het gewoon betaalbaar wordt. Blijft dat dan qua prijs-kwaliteit verhouding hetzelfde als dat je normaal naar een kledingzaak gaat, of wordt het veel kostbaarder? Nee, want met dit concept kunnen wij juist de prijs-kwaliteit verhouding naar een reëel punt toe brengen. En zijn mensen niet meer genoodzaakt om dure maatkleding aan te schaffen, want dat is wat nu hun enige alternatief is. We zijn al vanaf januari een bedrijf en CISA, zeg maar, de organisatie waar ik nu nog voor werk, die ondersteunt het hele proces. En in februari hopen wij onze eerste collectie in onze webshop te hebben hangen en hier in het atelier ook wat te kunnen laten zien.